Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met het eindexamen 2025, Virgilius Aeneas. We zijn nog steeds in het begin van boek 1 en we steeds nog eigenlijk net met het verhaal begonnen waaruit blijkt dat het ten eerste gaat over Carthago en Juno. Eerst maar even weer lezen. Id metuens veteris qui memor Saturnia belli. Dit is een heel makkelijk vers om te lezen. Dus id metuens veteris qui memor Saturnia belli. Prima quotat Trojam procaris gesserat argis. Nec domit, nec deciam causai irarum. Wacht even. Nec deciam causai irarum saevi qui dolores. In die regel 25 zit te veel elisie. Etiam moet, doem moet je samentrekken met de e, dus nec deciam. En dan causai en iram, de ai vervalt omdat het eind van het woord eindigt op een klinker en het volgende woord begint met de klinker, dus de laatste, het einde van het woord vervalt. Causi, dus nec deciam causi rarum saevique dolores excedrant animo. Dus et metuens, vitrisque memor Saturnia belli, prima quotat Trojam procaris gesterat argis, nec deciam causi rarum saevique dolores excedrant animo. Nou, dan weer altijd eerst even splitsen en de kleurtjes aanbrengen. Metuens, Saturnia is een onderwerp, dus it kan geen onderwerp zijn. Dat is een beetje lastig om te zien. Je zou het ook kunnen zeggen, Saturnia moet een ablatieve zijn. Maar eventjes hier een aanwijzing. Als een A of een O lang is, dan is het een ablativus en anders niet. Nou, it metuens veteris qui memor Saturnia belli. Die A van Saturnia is niet lang, dus het is geen ablativus. Onthoud, dat is een heel handig dingetje voor als je snel moet beslissen. Is het nou een ablativus of is het een dativus als het een O is? Is het nou een nominativus of een accusativus of een ablativus bij een A? Een lange A als uitgang is een ablativus. Een lange O als uitgang is ook een ablativus. Als het dat niet is, is het geen ablativus. Nou, it is een accusativus. Dus soms helpt het scanderen bij het vaststellen van de naamval. Metuens is een nominativus. Vetris is een genitivus van het nare woordje vetus, waarbij je denkt dat het dus groep 2 is, maar het is groep 3. Dus vetris is een genitivus en belli is een genitivus. En memor is een nominativus. Prima is een nominativus. Quod is een accusativus. Ad Trojam is ook een accusativus door de ad. Procaris is een ablativus. En argis ook. Dus die horen bij elkaar. Hyperbaton, mooi hyperbaton, want er zit een pv tussen. Dan is het altijd een heel mooi hyperbaton. Want een pv is natuurlijk wel een heel belangrijk woord. Dan kun je denken, ja maar er zit hier helemaal geen pv in. Klopt, de zin wordt namelijk onderbroken. Prima quod is trouwens een betrekkelijke bijzin. Want er staat hier een tussenstreepje. Dat betekent dat kan zijn dat die hele constructie hier kwijtraakt en je begint opnieuw. Dus daarom heb ik hier in de eerste zin geen pv. In de tweede zin heb ik wel een pv, maar dat is een betrekkelijk voornaamwoord, een betrekkelijke bijzin. Dus die zin is wel af. Hier begint hij dus eigenlijk opnieuw. Causai is een genitivus. Causai is een nominativus. Irarum is een genitivus. Saevique dolores is een nominativus. En dan, en jouw moment, de zin loopt door. Kom, ja. Excedrant is een pv en animo is een ablativus. Zo. Nou, dus, vrezen. En als je dat in één keer gedaan hebt, je hebt de onderwerpen, de bijzinnen gesplitst en de hoofdzinnen gesplitst, zodat je weet van dit is één zin. Dan ga je daarna beginnen met onderwerp en persoonsvorm. Nou, vrezend, metuens is pv. En denkend aan. En in de aantekening staat dat daar een genitivus bij wordt.
Ze toen, ja, is geen ablatives. Ik had het de hele tijd over dat het geen ablatives is en dan kleur ik het als een ablatives. Ja, dat krijg je als je praat en als je twee dingen doet. Ik ben niet goed in multitasken. Zo, nou klopt die wel. Saturnia. Saturnia is de dochter van Saturnus. Betekent dat, dat is een patronymicum, zo heet dat. Een naam afgeleid van de vader. Dus een patronymicum, de dochter van Saturnus. En die heeft geen PV. Vreemd. Maar dat is niet vreemd omdat hier zo'n gedachtenstreepje staat. De constructie wordt verbroken. Ik heb wel twee werkwoorden. Ik heb vrezend en daar hoort natuurlijk een lijnvoorwerp bij. En dat is het woordje wat ervoor staat, dit. En denkend aan, daar hoort een aanvulling bij in de genitivus. Bij denkend aan plus genitivus. En die genitivus betekent hier de veteris belli, de oude oorlog. Dus als kernzin krijg je dan de dochter van Saturnus. Dit vrezend, kun je gewoon zo overnemen. Je kunt ook zeggen die dit vreesde of zo, terwijl ze dit vreesde. En denkend aan de oude oorlog. En dan wordt dus de constructie onderbroken. Er zit geen PV, dus deze zin loopt verder niet. Dan komt er een relativum, prima, quod, prima en quod ad troiam en zo. Eerst onderwerp en persoonsvorm. Prima betekent eerst. Waarschijnlijk een, dan gaat het over de dochter van Saturnus, dus je kunt het hier predicatief vertalen als eerste. Predicatief moet je heel vaak als toevoegen. Als eerste Gesserit had gevoerd. Had zij gevoerd, kun je ook zeggen. Had zij gevoerd. Oké, daar heb ik een lijnvoorwerp bij nodig. Lijnvoorwerp bij had gevoerd is de oorlog. Die. Dat relativum quod slaat dus terug op de belly. En ik vind het altijd handig voor het begrip van de zin voor mezelf dat ik even het antecedent erbij zet. Maar denk ik aan de oorlogsstaat, moet je natuurlijk niet in de zin zetten. Maar dat is voor mij handig, voor jezelf ook handig dat je weet waar het over gaat. Dus dan krijg je eigenlijk als kern van de zin, die, je moet met een relativum beginnen. Pas op, dat is het probleem bij een relativum. Je moet er per se mee beginnen. Dus die, en het is een bijzin, zij als eerste had gevoerd. En omdat het een bijzin is, hou ik onderwerp en persoonsvorm uit elkaar. Nou, wat heb ik nog niet vertaald? De ad troiam. Dus die zei als eerste, ja, ad troiam betekent bij Troje. Klinkt wel leuk om hem daar neer te zetten, bij Troje. En we hebben nog pro caris argis. En dat betekent ten behoeve van, pro betekent ten behoeve van, en er hoort een ablatives bij, van de dierbare Argeus. Mensen uit Argos. Dan heb ik alles vertaald. Dan is die zin ook klaar. En dan krijg je dus een hele nieuwe zin. Want de eerste zin is onderbroken. Causae is het onderwerp. De oorzaken. En bij causae staat er genitivus. Irarum van haar woede. Haar woede. Woedegevoelens eigenlijk zou ik kunnen zeggen. Het is meervoud. En de saevi dolores. De woeste. Woeste gevoelens van verdriet. Het is ook meervoud, dus dan kun je oplossen met gevoelens van verdriet in plaats van verdrieten. Die exquidrant waren verdwenen als PV uit plus ablatives staat in de aantekeningen. Dus neem dat dan altijd over, dan weet je, oh ja, daar moet ik ook even aan denken. Kan ik hier een lijnvoorwerp bij hebben? Nee, waren verdwenen, daar hoort geen lijnvoorwerp bij, maar ik heb wel die aanvulling. Aanvulling bij waren verdwenen uit plus ablatives is, en in dit geval was de ablatives de animo uit haar geest. Haar geest, haar hart. Mag je alle twee doen. Dus als kern van de zin krijg je de oorzaken van haar woede en de woeste gevoelens van verdriet. Waren verdwenen
Geest. Wat heb ik dan nou nog niet vertaald? Oh, nekdoem etiam. Nekdoem betekent en nog niet. En etiam betekent ook. Dus dan krijg je en ook nog niet waren de oorzaken van haar woede en de woeste gevoelens van verdriet verdwenen uit haar geest. Dus die waren is natuurlijk mooier om dat nu naar voren te doen. Dat is die nekdoem etiam. En verder heb ik alles vertaald. Oké. Okay. Volgende zinnetje, dat is de tweede deel van de zin. Dus dat is even lastig om te scanderen. Dan moet je altijd het eerste stuk erbij hebben. Dat is eventjes ook weer opzoeken. Wat was het ook weer het eerste stuk? Ex qui drant animo manet altamente repostum. Dus ex qui drant animo manet altamente repostum. Judicium paradis pretae quin gloria formae et genus in viset repti Ganymedes sonores. Er zijn hier dus weer een aantal dingetjes bezig. Dit gaat verder normaal. Ex qui drant animo, ik heb altijd een neiging om manet te zeggen. Ex qui drant animo, manet altamente repostum. Maar dan, judicium, niet iudicium. Judicium paradis. En denk dan, que en in worden samengetrokken. Judicium paradis, pretae quin gloria formae. Et genus in viset repti Ganymedes sonores. Ook hier weer de en de am en de m worden in het Latijn samengetrokken. Als dat het eind van het geëlideerd, als dat het eind van het woord vormt, als er volgende woord met een klinker begint. Zoals hier in visum et. Dit is een klinker, dit is aan het eind van het woord, dus dat wordt in viset. Oké, okay, dan weer eventjes kleuren en zo en splitsen. Manet is een PV. Dit keer staat hij lekker vooraan. Altamente is een ablativus. Repostum is een actievus. Nomativus, sorry. Want het hoort bij enjambement. De zin loopt door. Ik ga deze even ietsje. Dan kan ik hem meer kwijt. Even naar voren halen. Het is toch een hoofdzin. Repostum en dan, die loopt dus door. Judicium is een. Dit hoort dus bij elkaar. Paradies is een genitivus. Nou, spiritaeque in Julia. In spiritaeque forma. In Julia is het onderwerp, nomitivus. En spiritae formae is een genitivus. En de genus in visum is ook een nomitivus. En de honoris is een nomitivus. En de rapti Ganymedes is een genitivus. Oké, okay, dit is dus een hele grote opsomming. Kijk, dat is handig als je dit even al van tevoren doet. Dan weet je van, oké, okay, er komt een hele grote opsomming aan. Even over die alta. Ik zei van, als die lang is, dan is het een ablativus. Dat kun je ook horen. Ex qui drant animo, manet alta mente repostum. Manet al is de klemtoon, ta is lang, dus die... Maar net alta, dit is een spondé, dus lang lang. Mente, lang lang, repostum. Dus die a is lang, dus het is een ablativus. Nou, een hele grote opsomming. Verder staat er eigenlijk niet veel bij, alleen altamente. Maar die hele lange opsomming betekent dus het oordeel van Paris. Van Paris. Blijft, maar net, blijft weggestopt. Repostum. Stopt. En het onrecht van de afgewezen schoonheid. En het gehate geslacht, de genus in visum. En de eerbewijzen. Bewijzen van de geroofde Ganymedes. Nou, verder blijft er niks over. Ik bedoel, dat is dat hele gedoe. Dus het is een hele opsomming van waarom zij boos is. Dus dit hier,
kan ik net zo goed hierin kopiëren. Dat is toch allemaal hetzelfde. En het enige wat ik nog niet vertaald heb is altamente. En altamente is hier diep in de diepe geest. Letterlijk. In de diepe geest. Maar je kunt er ook van maken, dat klinkt mooier, diep in haar geest. Dat mag soms. Ja, dat. Als je niet zeker weet dat het mag, doe dat dan niet. Maar hier kan het wel. Hissa kensa super jactatus aequore toto troas reliquias danum danaat quin miti sagili arcabet longelatio multus quiperandos erga band activatis maria erga band activatis maria omnia quelcum maria omnica quelcum erga band activatis Maria omnia quelcum. Erga band activatis Maria omnia quelcum. Dit is een lastige, die laatste. Deze valt wel mee. His accensa super jactatus aequore toto. Denk aan die I, die is een J. Troas reliquias danaat quimitas agili. Twee keer Elisi. Danaat quimitas. Dus die vervalt en die kwe vervalt. Arcebat longe latio, arcebat longe latio, latio kun je hier beter zeggen, multus que per annos. En deze zin ben ik nog steeds niet achter. Erga band activatis mariumnia quelcum. Ja, ik had die Elise niet gezien, dus mariumnia, dan klopt die wel. Erga band activatis mariumnia quelcum. Ik maak nog eens een keer een video waarbij je kunt uitrekenen hoe dit allemaal moet. Maar als je er één keer gevoel voor hebt, dan hoef je alleen maar twee lettergrepen verder te kijken. En dan kun je dat ook aanbrengen. Maar, dit is even dat tezijde. Eventjes nu de vertaling. His is een ablativus. Accensa is een nominativus. Het gaat nog steeds over Juno. Super is een bijzin. Bijwoord hebben ze gezegd in de aantekeningen. Iactatos is een activus. Aequora toto is een ablativus. De zin loopt door, denk eraan. Geen leesteken, dus en jammerment. De zin loopt door. Troas is een activus. En dan komt er een bijstelling tussen komma's. Hoe ik weet dat het een bijstelling is? Nou, het staat in dezelfde naamval, met nog wat erbij, maar in principe staat het dezelfde naamval. En het staat tussen komma's. En er staat geen PV. En er staat geen participium en zo. Dus dit is een uitleg, die Troas is een uitleg. Deze reliquias tot met Achille is een uitleg bij Troas. De zin loopt nog steeds door. Die komma hier komt omdat dit een bijstelling was. Dus Arcebat is de PV die hoort bij die his, Accensa. Dit is een lange zin. Latio is een ablativus. Multos que. Que is een voegwoord, dus hier begint een nieuwe zin. Maar het is wel een hoofdzin. Que verbindt twee gelijkwaardige zinnen. De eerste zin is een hoofdzin, dus deze ook. Multos is een activus. Per annos is ook een activus. Die horen bij elkaar, dus die drie woorden. Erabant is een PV. Acti is een nominativus. Fatis is een ablativus. Maria omnia quelcum is een voorzetsel quelcum met de activus ervoor. Dus eigenlijk is het een achterzetsel, zo noem ik hem altijd. Nou, twee zinnen dus maar. Het is een lange zin, maar het zijn er maar twee. Dus, altijd eerst beginnen met onderwerp en persoonsvorm en infinitivus en participia, maar alles in de nominativus. Accensa, dus... aangezet zijnde. Accensa. Arcebat. Weer de zij af van. En in de aantekening staat dat daar een ablativus bij hoort.
van plussen, ablatives. Nou, aangezet zijnde. Aangezet zijnde is een passieve zin. Dus ik verwacht eigenlijk een waardoor. Dan snap ik die he's een ablatives. Dus aanvulling bij passief. Bij passieve zinnen kun je vaak een door verwachten. Bij passief aangezet zijnde is door deze, de he's. Zij weerde af. Wie weerde zij dan al af? Leidend voorwerp bij zij weerde af. Kijk, daarom is het altijd handig om erbij te schrijven waar het bij hoort. Leidend voorwerp bij zij weerde af is een accusativus. En de eerste accusativus die ik tegenkom is die jactatos, de heen en weer geslingerden. De heen en weer geslingerde troas. Hyperbaton ajactatos hoort bij troas. De heen en weer geslingerde Trojaan. En die Trojanen, daar stond dus die bijstelling bij, de overblijfselen van de Grieken en de vrede Achilles. Heen en weer geslingerd kan natuurlijk ook een ablatives door wie, ik verwacht door een storm of door weet ik wat, maar die staat er niet. Aikurutoto is wel een ablatives, maar dat betekent niet iets waardoor je heen en weer geslingerd kunt worden. Dat is meer een aikus is een zeevlakte, dus dat is meer een ablatives van plaats. En ik moet natuurlijk nog die aanvulling hebben, die ablatives. Aanvulling, wacht even, die zet ik op de volgende regel. Aanvulling bij zij weerde af van plus ablatives. Is de ablatives is dan die in de buurt moet staan van Archebad natuurlijk, want daar hoort het bij, is Latium. Nou, als je dit dan helemaal in één kernzin zet, krijg je aangezet door deze weerde zij de heen en weer geslingerde Trojanen. De Trojanen, de overblijfselen van de Grieken en de vrede Achilles af van Latium. Dat is de kernzin. Hele lange zin, maar het is de kernzin. Oké, wat heb ik dan nou nog niet vertaald? Super. Super betekent bovendien. Bovendien, die kan mooi vooraan. Bovendien. Aangezet door deze, hierdoor, door deze klinkt mooier om te zeggen hierdoor. Aangezet hierdoor. Misschien is het mooiste om die aangezet erachter te zetten. Bovendien hierdoor aangezet, zo klinkt die leuk. Kijk, daarna moet je er iets tussen prutsen en dan misschien ietsje doen. Maar ga de zin, kernzin niet veranderen. Aikurutoto, die hebben nog heen en weer geslingerde Trojanen. Daar staat dus in de Aikurutoto. En de Aikurutoto is de hele zeevlakte, of de hele zee. Dus de over, soms kun je een ablatief met over vertalen, eigenlijk moet het niet, maar door met in op vanaf, maar hier klinkt over veel leuker. Of op, de op, oh, dat kan natuurlijk ook. De op de hele zee heen en weer geslingerde Trojanen. Wat heb ik dan nog verder? Longe. Longe is een bijwoord en betekent ver. Dus die staat tussen Archebed en Latio, dus die hoort hier ergens van. Ze weerde af van Latium. Ver klinkt hier leuk. Ver van Latium. Kijk, alle woorden die je nog niet vertaald hebt, die moet je ongeveer op de plaats zetten waar de Latijnse woorden staan, die erbij, waar je bij staat. Kijk, Longe staat tussen hier tussenin, dus die zet je dan ook daar af, ver van Latium. Die zet je bij Latium in de buurt. Volgende zinnetje. Acti, gedreven. Voortgedreven zijnde, zwerven zij. Voortgedreven zijnde. Bij voortgedreven zijnde, daar verwacht ik wel een door. Aanvulling bij passief. Voortgedreven zijnde. Voortgedreven zijnde. Staat er een ablatives in? Ja, die, ja, fatis. Vlakbij acti. Dus dat zal wel daarbij horen. Is door het, de noodlotten. Doe maar het noodlot. Poëtische pluralis.
En verder heb ik niks nodig. Dus dan krijg je, en voortgedreven door het noodlot, zwierven zij. Wat heb ik nog niet vertaald? Oh, immortals, daar moest natuurlijk wel een actieus bij. Ik had het volgens mij wel gezegd. En, oké, okay, die kleur, hij is het ervoor. Voortgedreven door het noodlot zwierven zij. Multos per annos gedurende vele jaren. Zwierven zij, klaar staat mooi hierbij, gedurende vele jaren. Zwierven zij Maria Omnia Circum. Circum betekent rondom. Rond alle zeeën. Kijk, eerst de kernzin maken en dan kun je alle andere dingen die je nog niet vertaald hebt, meestal met een voorzetsel, kun je dan invullen. Dit staat heel erg vrij vertaald in de aantekeningen. Het is trouwens maar één zin, want kijk maar. Tantai is een genitivus. Tantai molis is een genitivus. Erot PV. Romanam activus. En Gentem ook een activus. En Condri is een genitivus, is een infinitivus. Dus dan krijg je. Het was van zoveel moeite, letterlijk. Het was. En de genitivus moet je erbij vertalen van zo grote moeite. Zo grote moeite. Te stichten. Letterlijk, hè? Nou, lijnvormen bij stichten is het Romeinse volk. Nou, maar die, het was zo van zo grote moeite, klinkt een beetje vreemd. In mijn aantekening van dit boek staat dat je dit vrij moet vertalen met zoveel inspanning. Kostte het om het Romeinse volk te stichten. Maar dat is dus een vrije vertaling. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het geholpen heeft en ik zie jullie graag terug de volgende keer.